Pim Sturm, 43 jaar, eigenaar van Sturm Jacobs. Wij zijn werkzaam in de akkerbouw, bollenteelt, grondverzet. Daarnaast hebben we een akkerbouwbedrijf in akkerbouwproducten. Pootaardappelteelt, zaaiuien, suikerbieten, tarwe, grashaat. En we doen nog samen de proeftuin op het akkerbouwbedrijf, gemiddeld 10 hectare per jaar, aan proefveldonderzoek. Waarin wij de gewas zaaien, oogsten en bijhouden voor de proeftuin Zwartdijk. Met dit project onder leiding van NPPL hopen wij dat wij de huidige data die wij op dit moment hebben, met de data die we nog gaan vergaren, om daar stappen mee te gaan maken. Met precisiezaaien gaan we variabel vloeibare kunstmest toepassen. Op de zwaardere grond, lichtere grond gaan we variëren. Wij hebben hier in de Wieringermeer, vooral op ons bedrijf, enorme bonte grond. Vervolgens zouden we grote stappen willen maken in fungicide spuiten, bodemherbicide spuiten. Om tijdens de oogst met camerasystemen het gewas te gaan scannen. Wij willen met ons bedrijf met real-time camera's aan de gang, omdat wij niet geloven in de drone-techniek. We zullen de drones nodig hebben de komende jaren om tussendoor te gaan scannen. Maar wij hebben hier te veel beperkingen om ons heen om met drones te vliegen. Wij willen met camerasystemen verder detecteren met camera's. En naar de toekomst toe verwacht ik dat wij per plant gaan aansturen. Ik ben tevreden als wij over een paar jaar met de real-time camera's iets kunnen detecteren. En in een milliseconde later en direct de bespuiting uitvoeren. Wij hopen als bedrijf dat we over 5 jaar, dat we al die data die we nu verzamelen en die stappen die we maken, dat we enorm makkelijk de hele data om kunnen zetten, real-time, naar uitwerking.